Goeiedag, ik ben Pieter Sprengers. Ik ben zelf meerdere jaren schoolleider geweest bij de voormalige Plantijn Hogeschool. Schoolleider, een toch wel veel eisende job. Een job met vele mooie uitdagingen. Je vertrekt vanuit een duidelijke, krachtige en hopelijk ook gezamenlijk gedragen visie. Een droom om het meest fantastische onderwijs vorm te geven en om dat voor jongeren ook mogelijk te maken. Met die visie ga je aan de slag met teams van onderwijsprofessionals. En dat is het mooie aan de job van schoolleider. De vraag is wel of we af en toe ook de tijd nemen om te reflecteren over die job en wat we met die job verder willen bereiken. Schoolleider zijn is toch wel een specifieke uitdaging. Je wordt geconfronteerd met een team van medewerkers die bovengemiddeld gekwalificeerd zijn. Ze gedragen zich er wel niet altijd naar, maar het gaat eigenlijk om professionals die autonomie waarderen en die waardegedreven met jonge mensen aan de slag willen gaan om krachtig onderwijs mogelijk te maken. Dat soort van professionals wil geleid worden door een coach die hen inspireert, die een duidelijke visie kan formuleren, die ook helder kan formuleren en die daar teams van leerkrachten toe kan bewegen, aanzetten en inspireren om mee aan de slag te gaan. Met andere woorden, als schoolleider is het belangrijk om in de onderwijskundige kernpraktijk te gaan en samen met teams van leerkrachten die onderwijskundige kernpraktijk nog sterker en krachtiger te maken. Helaas is het niet altijd zo dat schoolleiders daar ten volle mee bezig zijn. Vanuit mijn praktijk als personal coach onder meer van schoolleiders heb ik de afgelopen jaren meerdere schoolleiders mogen tegenkomen die toch wel een ongezonde druk ervaren. Die voortdurend in vierde versnelling rijden en geen tijd meer nemen om tussentijds te stoppen en rustig bij te denken. Schoolleiders die als het ware geleefd worden door de dagelijkse realiteit en de dagelijkse praktijk en te weinig bezig zijn met hetgeen wat hen ook energie en passie geeft, namelijk die onderwijskundige kernpraktijk. Schoolleiders die onderhevig zijn aan te veel prikkels en die daardoor ook een stukje grip verliezen. Het is ook belangrijk dat we in deze expeditie daarbij stilstaan. Zowel bij het positieve, die onderwijskundige kernpraktijk, het ondersteunen en coachen van teacherteams, als ook de andere aspecten. Word ik geleefd als schoolleider? Heb ik te veel prikkels? En daar willen we in beide gevallen ook bij stilstaan. Zowel individueel, doorheen individuele oefeningen, maar ook in interactie met anderen in oefeningen waarbij we met elkaar in dialoog gaan. Tijdens deze expeditie beschikken we natuurlijk over een fantastische outdoor classroom. Deze outdoor classroom geeft ons vele mogelijkheden. Enerzijds kunnen we momenten inbouwen van persoonlijke reflectie, maar we maken zeker ook ruimte tijdens deze expeditie om een aantal kaders van schoolleiderschap kritisch te bekijken. Naast persoonlijke reflectie zijn er ook momenten van dialoog, van intervisie. Maar uiteraard in deze ongelooflijk mooie outdoor classroom maken we ook momenten vrij waarbij we kunnen tot rust komen, waar verstilling mogelijk is en waar verdieping mogelijk is. Deze buitenomgeving geeft ons heel wat extra mogelijkheden. Mogelijkheden om eens wat afstand te nemen van onze dagelijkse realiteit en andere percepties op te bouwen. Mogelijkheden ook om tot jezelf te komen. Mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Mogelijkheden om ook andere perspectieven te bekijken. En tenslotte zeker niet te vergeten de stilte te omarmen en dan te genieten van je eigen stem. Ik heb meer dan 25 jaar outdoor ervaring en die meer dan 25 jaar outdoor ervaring heeft mij op de meest adembenemende plekken van de aarde gebracht. En ik heb gemerkt dat die omgeving prachtig is om met elkaar in dialoog te gaan, dat vanuit die dialoog mooie leerprocessen starten en dat dat uiteindelijk ook leidt tot heel krachtige leerervaringen. Ik nodig jullie dan ook uit als schoolleiders om samen met mij outdoors te gaan en deze adembenemende classroom daarvan te genieten. Waarom kiest u nu dus voor deze uitdagende schoolleiderexpeditie? Ik geef u graag 9 krachtige redenen mee. Ten eerste, u kan genieten van een bijzonder avontuurlijk kader. Een kader dat zowel fysiek als mentaal avontuurlijk zal zijn. Ten tweede gaan we ten volle de mogelijkheden benutten van de outdoor classroom. Mogelijkheden zoals daar zijn, verstilling, verdieping, individuele reflectie, maar ook reflectie met peers, met andere schoolleiders.
Ten derde, we voorzien een intensieve coaching. Op momenten zelfs een 1-op-1 coaching, een personal coaching. Ten vierde, u maakt ten volle gebruik van de Erasmus-ervaring. Een ervaring die aan uw eigen studenten, leerlingen, maar waarschijnlijk ook aan uw eigen kinderen toewenst. We gaan namelijk naar Zweden en zullen ten volle de mogelijkheden benutten en zeker ook in contact treden met Zweedse schoolleiders. Ten vijfde, u kan rekenen op een volledig onderbouwd kader. Een kader dat specifiek ontwikkeld is voor schoolleiders, geen algemene leiderschapscursus dus, en een kader dat ook gedeeltelijk onderbouwd is vanuit wetenschappelijke evidence. Ten zesde, we besteden heel wat aandacht aan de belangrijke dimensie van zelfzorg. Een dimensie die vaak onderschat wordt en die in weinig leiderschapsalternatieven aan bod komt. Ten zevende, we voorzien een terugkomstsessie na de expeditie, waarbij we samen met u terugkijken op wat u concreet gedaan heeft met de inzichten die u tijdens de expeditie verworven heeft. Ten achtste, eindelijk de mogelijkheid om te disconnecteren van alle dagelijkse impulsen, van de dagelijkse fricties en de dagelijkse issues die u ervaart. Ten slotte en ten negende dus, breng ik graag mijn expertise en de expertise van mijn team, van Domodré Fontiro, in, omdat wij meer dan 15 jaar ervaring hebben in het begeleiden van schoolorganisaties. In die meer dan 15 jaar begeleiden van schoolorganisaties hadden we ook unieke contacten, of hebben we ook unieke contacten opgebouwd met schoolleiders en weten we dus heel goed wat u beroert. Ten slotte nog meegeven dat ik ook als educational futurist graag met u in dialoog ga over andere visies op onderwijs, andere kijken op leren. Super dat u overweegt om mee te gaan op deze schoolleiderexpeditie in Zweden. Ik adviseer je om snel in te schrijven. Het aantal plaatsen is immers beperkt, mede gelet op het persoonlijke karakter van deze schoolleiderexpeditie. Ik kan me inbeelden dat je mogelijk nog enkele vragen hebt. Neem dan gerust persoonlijk met mij contact op, zodanig dat we die zaken snel kunnen uitklaren. Ik hoop je mee te ontmoeten op deze waanzinnige schoolleiderexpeditie in Zweden.